ja, een mooie beestjes. Spannend. Je ziet ze eigenlijk, ja, behalve die gewone dwerg, die kan je goed zien. En de rest eigenlijk heeft een heel verborgen levenswijze. Dus ja, alleen als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan kan je ook, dan weet je wat ze doen, waar ze zitten. Woningbouwstichting SWZ heeft de renovatie van 8 flats in de Zwolse wijk Alanden per direct stilgelegd. In de gevels verblijven vleermuizen en dat zijn beschermde dieren. Voor 1 juli zouden 16 flats worden gerenoveerd. De helft daarvan is klaar, maar de andere 8 niet, want daar wonen de vleermuizen. Zo hadden de gevels van alle 16 grote flats in de Zwolse wijk Alanden eruit moeten zien. Maar de helft van de flats moet nog worden voorzien van isolatie en een nieuwe muur van mozaïek. Maar achter deze muren wonen vleermuizen. Wanneer woningstichting SWZ daar het renovatiewerk wil uitvoeren, is toestemming nodig, maar die is tot op heden nog niet verkregen. Op grond van 2 punten, en dat was de manier van onderzoek. Dat was te weinig toegelicht in de aanvraag, dus dat hebben we nu rechtgezet. En de oplossing, of er wel voldoende ervaring mee was dat de vleermuis zijn weg zou kunnen vinden. Want ze hoeven nu alleen door het binnenspouwblad, door het buitenspouwblad, dus een steendikte, moeten ze nu naar binnen. En als wij de isolatie erop zetten, dan is het 18 centimeter extra. En de vraag is of dat... Of de vleermuis dan zijn weg vindt. Nou, en daar zijn nu deskundigen over gebogen. En contra-expertise heeft uitgewezen dat de vleermuis zijn weg kan vinden. En nu ligt het weer bij de Rijksdienst om daar een oordeel over te vellen. En dat betekent dat de overgebleven gevels op zijn vroegst pas volgend jaar in het voorjaar gerenoveerd kunnen worden. Vleermuisonderzoeker Anne-Jifke Haarsma trekt in Rossum vaak de bossen in om te gaan kijken naar haar favoriete dier. Ik ben hier eerder geweest, een aantal jaar terug. Vorig jaar weer. En toen heb ik hier Bechsteinsvleermuis, brandvleermuis, baardvleermuis, gewone dwerg, wat is nou nog meer? En groter gezien. Dus ik denk dat we vanavond gewone dwerg gaan zien en de rest niet. Wat vindt u zo mooi aan de vleermuis? Ja, een mooie beestjes. Spannend. Je ziet ze eigenlijk. Ja, behalve die gewone dwerg, die kan je goed zien. En de rest eigenlijk heeft een heel verborgen levenswijze. Dus ja, alleen als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan kan je ook, dan weet je wat ze doen, waar ze zitten. Anne-Jifke snapt niet dat mensen de vleermuizen hier vergelijken met die uit Azië. De vleermuizen in Niels zijn, dat zijn hoefijzerneuzen. Die hebben echt letterlijk een hoefijzer. Dus een rare vorm op hun gezicht. En zo'n virus heeft zich helemaal aangepast aan... die hoefijzerneus, en die stapt niet zomaar over. En al helemaal niet wat mensen denken is dat onze vleermuizen het virus hebben. Dat is al helemaal een onbegrijpelijke... Weet je, er zijn al jarenlang onderzoekers bezig met om te kijken wat voor virussen vleermuizen hebben. Die hebben dit virus nog nooit gevonden hier. In het complex van operatiekamers van het Rupke Zweers ziekenhuis in Hardenberg is een dwergvleermuis gevonden. De vleermuis werd gisteravond rond 22:30 gevonden in de verbindingsgang naar een van de operatiekamers. Volgens een vleermuisdeskundige ging het om een ongevaarlijke jonge dwergvleermuis. Het diertje is helemaal gecontroleerd en daarna vrijgelaten. Hoe het beestje binnengekomen is niet duidelijk. Volgens het ziekenhuis zijn de patiënten niet in gevaar geweest. Eén operatie werd geannuleerd, maar nadat de ruimtes helemaal schoongemaakt zijn, konden de operaties van vandaag allemaal doorgaan. De inspectie is door het ziekenhuis ingelicht. Er wordt nog onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een volgend incident te voorkomen. Je maakt er een rare slinger net buiten Zwolle op de nieuwe N35. Er staat namelijk nog steeds een boerderij in de weg. Het huis mocht niet worden gesloopt bij de herinrichting van de weg, omdat vleermuizen er een winterslaap houden. Voor het verkeer is het dus even opletten geblazen. Ik wist niet dat het een vleermuizenboerderij was, maar inmiddels ben ik daar al achter waarom die zo lang staat. De wegen zijn een beetje omgelegd, we moeten er een beetje omheen slingeren. Het is heel vreemd, je rijdt recht op een boerderij af die half afgebroken is. Ja, je moet wel goed opletten, man. Zeker, man. Nou met die bypass.
Nou, echt gevaarlijk. Het is allemaal wel goed afgezet, dus het loopt wel. We hebben ze gelukkig van die grote gele body hier staan. Dat we in ieder geval kunnen zien dat er een chicane aankomt. Kijk, die jongen is al weg. Komt er nog één aan. Dat gaat niet lukken met z'n tweeën. Dus ik moet hier al de snelheid eruit halen. Ik ga wel even terugschakelen. Nou, de planning is dat die 15 mei gesloopt wordt. Dus, dan gaat hij helemaal plat en dan kunnen jullie door met de weg. Ja, 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 dan komt er nog een archeologisch onderzoek en zo. En dan kunnen we door, ja, als het goed is. Maar met z'n tweeën door de bocht, dat gaat hem niet worden. Kijk, maar als ik hier nou ga sturen, dan komt dat kopschot nogal een eind opzij. De andere kant. En nu komt hij aan de rechterkant, maar daar heb ik geen last van. Kijk, als die snelheid eruit haalt, is het nog wel te goed te doen. Wat vindt u ervan dat het zo lang duurt met deze boerderij? Ja, wat moet ik daar nou van vinden? Ik kan er niks aan doen, dus het gaat nog een keer zo. Het is een beschermd dier, hè? Dat is het, ja, zonder meer. Maar er zijn er genoeg van, dus wat dat betreft. Nou ja, wat moet ik ervan vinden, man? Ja. Ik zou zeggen, ja, die vinden hun eigen weg toch ook wel weer, man. Hè? En dat kost ja, heel veel geld natuurlijk ook wel. Je moet allemaal voorzieningen treffen en zo, ja. Maar je hebt net zelf al gezien hoeveel ruimte ik nodig heb. En dan met een andere collega-chauffeur, dan gaat het niet lukken met z'n tweeën langs elkaar heen. En dus, ja, we moeten blijven opletten hier.